wachttijd een beetje gaat. En vele andere. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en M&M. Nu bij Coolruid, stralende kortingen. Met tot min 40% op lichaamsverzorging. Van douchegel tot tandpasta en op topmerken. Amai, zeg, dat is interessant. Profiteer ook van stralende kortingen in de categorieën onderhoud, afwas, wassen en wc. Acties geldig tot en met 16 november in onze winkel en in onze webshop via Collect & Go. Voorwaarden in de winkel en op coolruid.be. Coolruid, de laagste prijzen voor elk product op elk moment. Op momenten die er echt toe doen, kan je vertrouwen op Van den Borre en Van den Borre Live. Van den Borre Live? Wat is dat? Ons nieuwe herstelabonnement. Voor €12,99 per maand herstellen onze techniekers zo vaak als nodig je grote elektrotoestellen, zonder extra kosten. Je kan zelfs je tv toevoegen als je dat wil. En ook de toestellen die je niet bij ons kocht, kunnen we herstellen. Amai! Herstellen is ook meestal duurzamer dan een nieuw toestel kopen. Dus ik ben gerust bij Pannes en het is goed voor de planeet. Inderdaad. Ontdek alles over Van den Borre Live op vandenborre.be en in onze winkels. M&M Music and More. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Dis-moi dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, t'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, tu m'avais manqué. T'es la plus belle, ou t'es la plus belle. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Mon pays et ma vie me manquent, moi je ne t'oublie pas. On n'a pas la plus longue de toutes les histoires. On le sait, on n'a pas toujours gagné. Et d'habitude, j'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder espoir. Quand on n'est pas les premiers. Les Marolles, Flagey, Saint-Gilles, la gueule à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, t'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, tu m'avais manqué. T'es la plus belle, ou t'es la plus belle. Paris m'appelle, quand je veux rentrer chez moi. Quand le ciel gris et la pluie me manquent, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi je me pense qu'à toi. Quand mon pays et ma vie me manquent, moi je ne t'oublie pas. Et si un jour elle se sépare, et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. La mer des qu'une femme, dingue Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle, ou t'es la plus belle. Bruxelles, je t'aime. En ook wel Angèle, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oké, dus even een heads up. Sander Gillies die is vandaag niet komen opdagen op het werk. Gewoon casual. Hij heeft me gezegd via een voice-appje dat er iets gaat gebeuren. Deze week. Ik ben niet echt mee. Ik vind het allemaal heel raar. Ik vind het ook een beetje eng. Hij is ook vrij tot zeer onbereikbaar. Maar nu zie ik dat hij online is op WhatsApp. Dus ik ga gewoon nog eens proberen bellen. Let's go.
Ah, Lara Govaerts, hey. Hallo, Sander Gillis. Zeg, waar zit jij? Waarom zeg je hier? Ja, ik ben super in de war ook, dat jij niet op de hoogte waart. Ja, maar ik ook. Zit dus nog in Malta vandaag. In Malta? Maar dat wist je al, dat was geen surprise. Nou, oké, maar... Ik zit hier nog een dag langer, omdat... Ja, maar je hebt dat niet... Ja, je kunt extra recup vragen aan onze baas, hè. Omdat wij heel zot gaan doen deze week, hè, van woensdag op donderdag. Dus daarom dacht ik ga een beetje aan mezelf denken. Ik geef mezelf een extra dagje, dus ik heb dat gevraagd en ik ben dat nu aan het opnemen. Sorry, maar ik heb letterlijk net herfstvakantie gehad, net zoals jij. Maar dus ik kan niet goed volgen, ik weet van niks. Wat gaat er gebeuren deze woensdag? Meen je dat? Nee, wat gaat er gebeuren? En ik heb er nu mails niet gecheckt in de vakantie, Govaerts. Uiteraard niet. Je moet daarmee stoppen. Maar... Dat is niet de essentiële informatie. Maar het is vakantie. Ja, maar ga even zitten. Ga even zitten. Ja? Wij gaan hetzelfde doen als vorig jaar voor de M&M 1000. Dus de M&M 1000 komt terug. Jawel, maar dat is leuk. Het is iets leuks wat we gaan doen. Dus, nee, shirtwitten. Dus, vorig jaar, hè, weet je nog, hebben wij 24 uur aan een stuk gepresenteerd. Zodanig dat mensen 24 uur lang konden stemmen op de M&M 1000. Goeie tijden waren dat. Oh, dan meen je. Ja, de M&M 1000 komt terug. Kon je vanmorgen horen bij Peter. En er moet gestemd worden. Dus wij gaan nu woensdag om 5 uur beginnen aan onze 24 uur shift tot donderdag 5 uur. S'avonds. Dus, sorry. Voilà, vandaar. Sorry, maar hoezo weet ik hier niet van? Hoezo is... Gaan mensen ervan uit dat mensen hun mails lezen tijdens de vakantie? Dat is toch... Allee, huh? Maar, en checkt jij je gsm als jij op vakantie bent? Zo voicemails of zo? Ook niet zeker? Nee, ik probeer echt gewoon detoxen. Nee, Instagram. Ja. Ik wist dat jij in Malta zat. Ik dacht tot gisteren, detoxen zoals normale mensen. Dat is nergens goed voor, detoxen. Maar dus dat is deze... Je mist dat is deze info. Woensdag. Dat is deze, ja, woensdag. Deze woensdag van 17 uur tot donderdag 17 uur kan je dus stemmen op de M&M 1000. En wij gaan dus iedereen daarbij helpen. Hè. Oh, en nee. Nachtje door. Ik ben hier niet klaar voor. En jij zit daar nu gewoon in de zon in Malta batterijtjes op te laden. Ja, en zal ik het nog erger maken? Nee, maar doe maar. Te laat. Oh. Het blikje is open. En, maar kom jij morgen dan terug? Of wanneer zie ik je dan? Woensdag toch niet? Morgen ben ik terug. Ah, top. Oké. Okay. Ja, en ik stel voor, Govaerts, dus morgen ben ik terug. Dus doe jij morgen wat rustig aan. Oh. Probeer jij morgen een beetje aan jezelf te denken. Graag. Doe een beetje chilly willy. Dus ik weet niet, ja, je mocht iets doen om een beetje uit te rusten. Oh, mag ik? Mag ik? Oh, dank u. Super. Ja. Nee, echt zo tof van je, dat je ook eens aan mij denkt. Amai, leuke heads up. Zou ik misschien gewoon even in de groep gooien dan? Als iemand een of andere wellness- of relaxatietip heeft, of massages kan geven als de beste, laat het vooral weten in de M&M-app en gun mij ook eens iets. Gun mij een beetje ontspanning, want we gaan er 24 uur in vliegen blijkbaar. En ik wist van niks. Top. Ja. Top. Leuk. Detoxen. Top, hè. Top, ja, hè. Detoxen. We doen het niet meer. We gaan het niet meer doen. Zeg en dat maar, allemaal... Dat, ja, ik wou nog even zeggen... Ja. Dat allemaal voor de M&M 1000, 24 uur aan een stuk. Je vindt het toch nog tof, hè? Ja, maar... Ah, okay. Ik vind het tof, ik ben blij. Maar ik zag het even niet aankomen. Ja, my maar God. Dat is oké. Okay. 24 uur is ook niet niks, hè. Oké, dus 24 uur deze woensdag, 5 uur tot 5 uur de donderdag erna. Ja, lachen. Oké, tof. En tot morgen dan, hè? Ja, morgen. I'll be there. Maar I'll zeker, be hè? There. Nou, misschien. Niet meer vlucht missen en zo. Nee. Ja, okay. Dan kom je maar met de fiets. Oké, zeg, salut eens, hè. Yo. Dat is toch... Even terugspoelen naar de nummer 1 van vorig jaar in de M&M 1000. Dat was deze. Dit is voor het leven voor altijd. Mijn jou wordt aan je geven, ik wil je nooit meer kwijt. Wat wil ik graag je man zijn, beloof eeuwige trouw. Lief als je altijd, straks ben je ook mijn vrouw. Ik zal altijd naast je staan, kan met jou de wereld aan. Ja, geloof me, ik beloof je, ik zal er zijn. Voor altijd sta ik aan je zij, want je gelooft in mij. Samen onderweg met jou, de bestemming onbekend.
Maar ik voel me veilig zolang jij maar bij me bent. En raak je de weg een keertje kwijt, ik volg mijn hart.